Adrien, je bent er al. Hallo. En werkt het systeem? Ja, dat is nogal een communicatiesysteem, hè? Ja, elke dag wordt er van alles verteld hier. Ja, maar dat is ook nodig, hè, als je kijkt wie er hier allemaal zit. 150 Kamerleden die dan de hele Belgische bevolking vertegenwoordigen. En ja, ze hebben allemaal een eigen mening en die moeten ze allemaal kunnen uiten in hun eigen moedertaal. Ja, en in België zijn er 3 talen. De Kamerleden komen dus van over het hele land naar hier om hun zegje te doen. In het Nederlands, Frans en Duits. Dat moet hier nogal gonzen, zeg. En niet alleen hier in de plenaire vergadering. Als je ook nog eens denkt aan al die commissies... Oui, sans oublier les auditions qui nécessitent parfois une interprétation dans d'autres langues encore. En alles wordt dan ook nog eens in minstens 2 talen, in het Nederlands en Frans, op papier gezet. En de Kamer is dan nog maar 1 orgaan binnen de hele federale staat, hè? C'est bien vrai. La Chambre constitue avec le Sénat le Parlement fédéral. Et ça, ça existe depuis 1830. Ja, maar sindsdien is België natuurlijk wel wat hervormd. We hebben intussen heel wat deelgebieden en instellingen die elk hun wetten maken. Nu ja, die zijn uiteraard niet allemaal voor dezelfde onderwerpen bevoegd. Hier in de Kamer gaat het over wetten binnen specifieke federale bevoegdheidsdomeinen. Dus voor alle Belgen. Certaines matières sont réglementées au niveau fédéral. Es-tu capable de me les citer? Even kijken. Landsverdediging. C'est important, bien entendu. L'armée et tous ses bâtiments, sans oublier le matériel. Onder andere, ja, maar ook volksgezondheid natuurlijk. C'est exact. La sécurité sociale est un autre domaine de ce type, car tous les Belges doivent se rendre un jour ou l'autre chez le médecin, qu'ils soient jeunes ou âgés. Dat doet me denken aan pensioenen. Mais enfin, Evie, tu as encore le temps. Ja, 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 eerst nog een beetje werken. Ce qui me conduit à la réglementation du travail. En waar werk is, is er vakantie en zijn er zelfs de wettelijke feestdagen. Bien sûr. Et la Chambre s'occupe également d'une grande partie de la justice et de la police. En verder nog buitenlandse betrekkingen, onder meer via de Belgische ambassades overal ter wereld. Collaboration au développement. Nucleaire énergie. Protection des consommateurs. En dat gaat niet alleen over onze centen, hè, maar ook over veiligheid, garantie of eerlijke handel natuurlijk. Et en parlant d'argent, la Chambre contrôle également le budget de tout l'État fédéral. Oui. Dat is toch moeilijker dan mijn financiën? Ja, maar wat er hier wordt beslist, dat is belangrijk voor ons allemaal. Hè. Of we nu Nederlands, Frans of Duits spreken.